Wat is loonheffingskorting? Loonheffing is als het ware eigenlijk loonbelasting plus je premies. En dat is het bedrag wat nog wordt ingehouden op je loon. Loonheffingskorting is dus een korting op dat bedrag wat wordt ingehouden. Hoe hoog die korting is, dat hangt ook van hoeveel je verdient. Dus hoe meer je verdient, hoe hoger de korting is. Ja. En die loonheffingskorting, hoe regelen we dat ook alweer? Doen we dat via dat formulier? Ja, je kan gewoon een eentje aanvragen. Via Young Capital of via je eigen werkgever. Dan krijg je een formulier die je kan invullen voor de Belastingdienst. Dan moet je wat gegevens invullen. Die stuur je weer terug naar je werkgever en die zal dan de rest voor jou regelen. Top. Dus als je meerdere baantjes hebt, zet hem dan sowieso aan bij het baantje waar je het meest verdient. Want dan krijg je het meest korting. Ja. Dat willen wij. Dat willen wij. En als ik me niet vergis, is het ook gewoon zo dat wanneer je bij Young Capital Uitzender werkt en je werkt voor verschillende opdrachtgevers, maar het valt allemaal onder de vlag van Young Capital Uitzender, hoef je maar één keer het formulier in te vullen. En heb je zodoende bij al je baantjes gewoon loonheffingskorting. Check hier nog meer afleveringen van What the Fuck of drop je vraag in de comments.